Welkom terug bij Tussen de Oren. De volgende vraag die wij gaan stellen gaat over straffen. Stel even voor, je staat in de rechtbank. Je hebt een moord gepleegd. En de rechter is al onderweg. Maar voordat hij naar de rechtbank gaat, moet hij nog even een handeling verrichten. Bij welke van de volgende handeling krijg je de minste straf? Kijk nog even naar het filmpje. Nou, ik heb direct een hele belangrijke zaak bij de rechtbank. En ja, dat vind ik al belangrijk dat ik schone handen heb. Ja. Nou, ik moet even naar de rechtbank, want ik heb een hele belangrijke zaak. Dus ik heb heel weinig tijd. Moet je direct naar de rechtbank, heel belangrijk vonnis wijzen. Dan vind ik het altijd fijn nog even Super Mario te spelen. Ik heb het idee dat het beter gaat. Hoi. Ja, ik moet naar de rechtbank, want ik moet een hele belangrijke zaak wijzen. Maar hij wou mee, dus ik denk, nou, gezellig. Nou, dat is snel. Wat denken jullie? Nou, we zijn het niet eens. Oh. Maar je zei je eerste impuls, daar was ik het mee eens. Ja. Nee, wat was je eerste? Ja, dat was alleen maar eerste impuls. Paul en Jeroen, er wordt hier ondertussen alweer... Ja, want dit zit ons niet zo. Oké. Nee, mooie Spencer. Was het goed? Nou, ik weet nog niet wat ze gezegd hebben, maar... C. De game in de rechter... Denken jullie dat, omdat ja. hij... Nee, ja, dat denkt Thomas eigenlijk niet. Oh, niet? Oh, ja, nee, ik dacht het wel, maar jij niet helemaal. Oh, mag ik antwoorden? Het is ook gewoon helemaal fout. Nou, het is wel fout. Mag ik het zeggen? Het is antwoord D. D. Wat? Want hij neemt iemand mee. Ja, dan gaat hij beter zijn best doen. Dan gaat hij zich beter voordoen naar een vriend die zit in de zaal. Dat ging toch op de minst strenge straf? Dan gaat hij heel streng doen. Dan gaat hij laten zien, ik ben een hele goede. Ik zou juist dan denken, dan gaat hij goed. Oké, weet je wat? Stop. Het is sowieso niet goed. Het is allebei fout. Mag ik mijn antwoord geven? Nee, er zijn nog twee opties over. Wie het eerst zegt? A is het goede antwoord. Hier. Alsjeblieft. Er zijn nog twee opties over. Balletje voor Thomas en Katja. Jij zei het. Ik ga even uitleggen hoe ze het hebben. Ze hebben dus gevonden dat mensen die hun handen wassen milder worden. En daar hebben ze een prachtig onderzoek gedaan. Ze hebben mensen naar Trainspotting laten kijken. De film met junks die honden doodmaken en katten mishandelen en liegen. Jij hebt je handen niet gewassen voor de uitzending, heb ik idee. Hoezo niet? Je bent niet mild. Maar het bleek dat de mensen die hun handen hadden gewassen voor Trainspotting veel milder waren over de dingen die mensen in de film deden dan mensen die hun handen niet hadden gewassen. Maar je zou dus eigenlijk, als je wil dat er meer wereldvrede komt, iedereen zijn handen moeten laten wassen. Ja, zou je gaan denken. Oké, we gaan naar de volgende vraag. Dat is de zogenaamde sta-zitten.